Plaats uw andere hand op uw eerste hand. Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, zorgt de alarmcentrale ervoor dat het oproepsysteem voor burgerhulpverleners wordt geactiveerd. Mensen, bedrijven of scholen die een AED hebben, kunnen zich hiervoor aanmelden. Op ons, als ambulancedienst, want daar werk ik, moet je 8 tot 12 minuten wachten. Dat is eigenlijk te laat als er niets gebeurt in het voortraject. De meeste overlevingskans bij een hartstilstand is door iemand binnen 6 minuten te reanimeren. Wanneer elke minuut telt, is de AED de uitkomst. Het probleem is alleen dat niet alle AED's zijn aangemeld. Ja, dat is een beetje des-eigenaar. Je wilt daar wel aan bijdragen of niet. Sommige mensen zijn bang dat hij gepikt wordt of dat ze te vaak opgeroepen worden. En sommige mensen hebben niet de beschikking voor een buitenkast. Zo'n kast is al snel tussen de 500 en 1000 euro. Maar ook niet iedereen weet hoe je zo'n apparaat aanmeldt. We hebben dus niet het aangemeld omdat we het eigenlijk gewoon te laks in geweest zijn om dat te doen. Maar voor een burgerhulpverlener is het wel belangrijk om zoveel mogelijk AED's in de buurt te hebben. Vaak ga ik dan wel, als ik een oproep krijg, ga ik gelijk door naar het slachtoffer en niet eerst naar een AED. Ja, vaak zit die AED toch iets verder vandaan waar ik naartoe moet. In Betty's omgeving zijn er maar 3 AED's aangemeld, terwijl er al zeker 7 aanwezig zijn. De AED in het gebouw achter haar is ook niet aangemeld. Deze is voor mij de dichtstbijzijnde. Dus dan was het toch wel een optie om eerst de AED te gaan halen. Tijdens eigen onderzoek kwamen verhalen naar boven dat ongeveer 20% van de AED's niet zijn aangemeld. Veel mensen krijgen een hartstilstand in Nederland, hoor. 300 per week. Dat is een vliegtuig vol buiten het ziekenhuis. En dat is het goed om op elke hoek van de straat een AED te hebben? Ja, als het aan mij ligt wel, ja. Dus het is nu vooral een kwestie van aanmelden. In dit geval, nu dat ik er eigenlijk weer mee geconfronteerd word, staat het hoog op het lijstje om dat toch te gaan doen.